Er zijn heel veel kortgeschoolde jongeren werkloos in onze steden. Hoe komt dat? Een van de redenen die wij gedetecteerd hebben is dat jongeren om allerlei redenen een verkeerde keuze maken in het secundair onderwijs en dan na heel wat negatieve ervaringen school dermate moe zijn dat ze geen enkele inspanning meer willen doen, ook als er zaken zijn die hen eigenlijk zouden moeten interesseren en op dat moment dan ook afhaken. Dus eigenlijk de diagnose die ik heb gesteld gedurende de hele dag was eigenlijk een beetje dat allerlei andere actoren het vuile werk van het onderwijs moeten opknappen. Is het allemaal een fout van het onderwijs? Nee, ik denk het niet. Ik denk dat er heel veel elementen zijn die meespelen in dat afhaken van de jongeren. Ik geef één voorbeeld wat eigenlijk niet specifiek naar onderwijs gaat. Het heeft te maken met het feit dat mensen in de samenleving een veel hogere waardering hebben voor jongeren die verstandelijk sterk zijn en een veel minder waardering voor jongeren die eigenlijk met hun handen iets willen doen en daar ook heel vaak bekwaam kunnen zijn. En door die perceptie in de samenleving gaan ouders de jongeren stimuleren om naar die abstracte richtingen te gaan waar ze finaal de talenten niet voor hebben. En dus mislukken. Watervalsysteem noemt men dat dan. En finaal op een plaats komen waar ze wel de talenten hebben, maar op dat moment zo kwaad zijn op dat onderwijs dat ze niks meer willen doen. Wat kunnen we doen om die perceptie te veranderen? Daar kunnen wij zelf heel weinig aan doen. Maar dat is een van de redenen waarom we zeggen van laat ons naar een systeem gaan waarbij jongeren bijvoorbeeld op 12 jaar allemaal dezelfde poort binnengaan, daar op een plaats zitten waar een eerste keuze ligt. En indien ze op een niveau zitten wat ze cognitief niet aan kunnen, dat we ze heel gemakkelijk kunnen heroriënteren zonder dat ze uit die school moeten om naar een andere school te moeten gaan. En dat is een van de redenen waarom we ook voor die hervorming van het secundair onderwijs zijn. De grootste partij van Vlaanderen was daar niet echt voor, hè? De grootste partij voor Vlaanderen heeft eigenlijk gezegd dat wij op die manier de sterke richtingen zouden nivelleren naar beneden. Terwijl wij zeggen nee, wij gaan in elk van die groepen, zowel de jongeren die cognitief sterk zijn als de anderen, gaan wij differentiëren, gaan we ook de sterkere uitdagen, maar gaan we ook de zwakkere proberen mee te nemen naar een niveau dat hoger is dan wat ze misschien op het eerste gezicht denken aan te kunnen. Wat ik ook vaak heb teruggehoord vandaag, vooral van werkgevers, is dat vooral de attitude is die zij heel belangrijk vinden. Dus competenties, zij zeggen dat zij de technische kanten kunnen zij allemaal, ze willen daar gerust tijd voor uittrekken om dat aan te leren. Maar de basiscompetenties, ook in die vakbekwaamheid, moeten wel in onderwijs aangeboden worden. Je kan daarna kijken van moet je bijscholen, moet je navormen. Attitudes zijn inderdaad heel belangrijk, maar we stellen vast dat die meest kwetsbare jongeren die schoolmoe zijn, die dan ook meestal in een problematisch spijbelgedrag zitten, die heel dikwijls ook vanuit een socio-economisch zwakkere omgeving komen. Men gaat er soms vanuit, ze zijn de schoolmoe, ze willen werken. Nee, die hebben ook heel dikwijls geen motivatie om te gaan werken, zijn niet arbeidsrijp, zijn niet arbeidsbereid, hebben ook de structuur niet, hebben ook de discipline niet. Eigenlijk allemaal zaken die we dan moeten kijken om dat in een setting bij te brengen waar zij vertrouwen aan geven en waar zij bereid zijn stappen mee te zetten. Ik zie heel veel jongeren die bijvoorbeeld een opleiding kantoor volgen, maar die helemaal niet in een kantoor gaan kunnen werken met dat diploma. Gaan we eindelijk om afmaken van al die vooral beroepsrichtingen die jij nergens naartoe leiden? Alles is hier naar de arbeidsmarkt? Nee, dat gaan we niet doen, omdat ze in die opleidingen die ze dan om welke reden ook zelf gekozen hebben, dat ze daar ook competenties zullen verwerven die ze op een andere manier elders zullen inzetten. We moeten via nascholing, via bijscholing daarna in VDAB, vanuit die competenties die ze verworven hebben en waar ze voor gekozen hebben, kijken van hoe kunnen we die nu inzetten naar beroepsrichtingen die vandaag meer toekomstgericht zijn, meer kansen bieden op de arbeidsmarkt. Want wanneer je zegt van je mag bepaalde keuzes niet maken, dan gaan jongeren misschien de moed ontnemen om ook te studeren. Dus laat hen daar generieke competenties in verwerven, maar begeleid ze dan daarna naar richtingen die dan wel toekomst bieden op de werkstelling. En nog een heel kleine vraag als Brusselaar. Wanneer gaat het onderwijs eindelijk tijd maken voor echt tweetalig onderwijs in het Brussels gewest? Want dat blijkt toch wel vaak een beetje de achilleshiel te zijn van heel veel kortgeschoolde werkzoekenden. Zij spreken geen Nederlands.
Ja, maar dat is geen tweetalig onderwijs. Hè. Dat is de klemtonen op het Nederlandstalig onderwijs, dat in Brussel ook Nederlandstalig moet kunnen zijn. En ik denk dat dat niet onbelangrijk is, omdat de straattaal en de thuistaal is meestal dan ook nog geen Frans. Maar de straattaal is heel dikwijls Frans. Wanneer wij in onze Nederlandstalige scholen naar tweetalig onderwijs zouden gaan, dan zal het Nederlands in de verdrukking komen. Dus laat de Nederlandstalige scholen Nederlandstalig zijn met aandacht voor de andere taal en vice versa. Dus ik geloof echt niet in een evenwichtig tweetalig onderwijs in Brussel. Oké, dat is goed. Graag gedaan. Graag gedaan. Prettige dag nog.